Welkom bij het eerste deel van de Soepele Rug Challenge. We beginnen met twee ademhalingstechnieken. De eerste is lange, diepe ademhaling. Dus je kunt mooi recht zitten. In easy pose als het kan. Als je niet zo kan zitten, kan je ook op een stoel zitten. Je wil je onderrug een beetje hol hebben. De buik ontspannen. Kin een beetje in. Dus je zit mooi rechtop. Doordat je niet ingezakt zit, geef je ruimte aan je buik. Handen op de knieën. We gaan inademen door de neus. En als het kan ook lang uitademen door de neus. En dan een adempauze. Dus in, langer uit, pauze. Als je dat lang uit moeilijk vindt om te doen, dan kan je dat met getuite lippen doen. Dus je wilt zo lang mogelijk uitademen, dat kalmeert het zenuwstelsel. Oké? Kies je eigen manier en begin. Als je ademt met de ogen gesloten, dan kan je beter focussen op je ademhaling. Dan probeer je echt de buik naar voren te laten komen als je inademt en terug te laten zakken als je uitademt. En breng een lichte glimlach op je mond, want je bent met jezelf. Maak tijd voor jezelf. Geniet ervan. En hoe meer ontspannen je bent, hoe langer je adempauze zal zijn. Adem dan diep in. Hou vast. En los. We zitten met de ogen dicht. Adem blijft rustig. Aandacht naar binnen. Gaan we door met de volgende ademhalingstechniek en dat is vuurademhaling. Vuurademhaling is in het begin vaak moeilijk als je ermee begint. Dus gun jezelf wat tijd om te wennen. Wat je eigenlijk doet, is je ademt in en de buik gaat naar voren. En bij je uitademing trek je de buik in. Een soort pompbeweging, als een blaasbalg. De beweging in en uit is even groot en even snel. Als je het nog niet zo snel kan, kies je voor een rustig tempo. Als je er beter in bent, mag het sneller. Maar je hoeft niet super diep te gaan. Het is niet een maximaal diepe ademhaling. Belangrijk is dat je een steady, stabiel tempo hebt. En dat vast kan houden. Dus kies jouw tempo. En hou dat voor jezelf vast. Dus kom mooi rechtop weer. Die onderrug iets hol. Buik los. En vuurademhaling.
proberen het tempo vast te houden. Moet je even stoppen, normaal ademen is dat prima. Merk je dat je licht wordt in je hoofd, adem dan even een paar keer normaal. Zorg ervoor dat je wat minder diep ademt. We zijn al een heel eind op weg, van 45 seconden. Adem in. Hou vast. Uit. En voel even na. Belangrijk, gun jezelf tijd om deze ademtechniek onder de knie te krijgen. Super goede techniek. Maar het is even wennen.